Okie dokie, tijd om te kijken wat de Daily Challenge ons gaat brengen. Even kijken. Start. Ik hoop niet dat dat al te hard hoorbaar is, want schijnbaar vinden mijn buren het belangrijk om zo hard pratend mogelijk door alles heen te lopen, zeg maar. Griffin Island Road. Oké, waar ben ik? Waar ben ik? Ziet er Amerikaans of misschien wellicht Canadees uit? Emergency, Town of Wellfleet. Town of Wellfleet. Onthouden. Wellfleet. Oh, ik denk dat dit de... Oh, ik wou zeggen dat dit de beginplek is. Cape Cod. Laat mij nou eens weten... Dat ik nou nog weet of waar dat is. Hier. Oké. En dan moet ik... Wat was het? Wellfleet. Wellfleet, hier. Nou. Oh, wat was dit? Die ene weg? Shit. Oh, crap baskets. Waarom? Hij heeft ergens heel veel moeite mee, maar ik weet niet waarmee. Oké, wat was het? Griffin Island Road. Even kijken, want ik denk dat dit sowieso een beetje buitenaf is. Zou het bijvoorbeeld hier kunnen zijn? Nee. Kijk, want het is ook wel heel specifiek dit, zeg maar. Het is weg en dan dat ding en dan dat ding voor mij nou. En dan dat ding. Aha. Griffin Island Road. Waarschijnlijk is het erg zichtbaar en kijk er gewoon overheen hoor. Nogmaals, hey, ik heb Cape Cod en Wellfleet gevonden, dus dan denk ik niet dat het zou het hier kunnen zijn, want dit is wel een postgebied natuurlijk. Nope. Had ik verder moeten zoeken? Wellicht, maar... Ah, nou, ik zat er niet eens bij in de buurt. Daar ben ik semi-blij om het zo maar te zeggen. Okay, next one. Dit is... Okay. Je had ook wat moeilijker kunnen doen of zo. In plaats van echt gewoon recht voor de deur van... ja, okay. Nou kan dit nog wel een uitdaging zijn om 5000 punten te halen, omdat de Nederlandse... Maastricht Airport is hier. Even kijken. Dat is Stink. Is dit dan Hertz? Nee, dat is niet Hertz. Even kijken. Ik sta... Kan, als ik inzoom, krijg ik dan ook bushaltes te zien? Jazeker. Dat is dat. Dat is... Dit is die ene. Dit is die andere. De vraag alleen is... Dit.
De vraag is. Ik denk dat ik hier sta. Denk ik. Want dit zijn sowieso die bushaltes. Ik zie hier geen bushaltes. Dus dat zou ik dan. De vraag alleen is of. Je zou denken dat die vertrekhal dat hij erop staat, maar hij geeft dit aan als Hertz. Nou, dit is niet Hertz. Dat kan ik wel zeggen, maar ik zou even moeten kijken of Hertz hier zit. Nee. Dat is het rare. Dat is het enige waarvan ik zeg, even kijken. En ik vraag me ook af, ja, ik zit niet op de dingen zelf op snelweg, want dat is deze. Denk ik. Ja, want die rijden die kant uit. Dus ze moeten er ook nog de andere kant op, zeg maar. En ja, Tink zit ook aan die weg, dus dat klopt. Dat is die, dus dat klopt ook. Wat ik zeg, het enige wat me er vanaf gooit is dat hij zegt dat dit Hertz is. Maar ik zie hiervoor verder eens geen enkele aanwijzing van Hertz zitten. Dat is het enige. Kijk, dit zijn die bushaltes, dus dat is deze twee. Dat klopt. Ik zit niet op de hoofdweg, dat is Tink. Dit is dat gebouw. Nou, 5000 punten. Nice! Oké, we gaan weer naar de poepkwaliteit. Jee, joepie. Even kijken. Dit is in ieder geval niet Iowa. Dat kan ik wel zeggen. Overigens. Weet je wat het voordeel is? Soms met deze baggerkwaliteit. Dan heb je ook plekken die niet echt heel snel vooruit gaan. Die gaan hier gaat hij wel heel snel vooruit. Dus dat is wel echt een groot voordeel, moet ik zeggen. Want dat had ook gewoon er tegen kunnen werken. Oké. Het eerste wat me te binnen schiet is Nebraska. Dan kan het ook South Dakota of Noord. Nee, Noord Dakota niet, denk ik. Dat had het wel ietsje vlakker moeten zijn. Mijn herinnering is Noord Dakota echt zo plat als een pannenkoek. Het zal niet, want er zullen echt wel heuvels in zitten en zo. Ja, dit is sowieso. Is dit wel. Ja, dit is echt wel Nebraska, South Dakota of North Dakota. 100%. Is dit nog steeds, ja, het is nog steeds slechte kwaliteit. Daar ook. Ik probeer even te kijken of ik. Ik kom niet op die weg, waarom niet? Dat is raar. Ik mag alleen, zou ze die dan nog gewoon niet. Dat is weer zoiets dat ik zeg van. Hoe kan dat? Als een Amerikaans bedrijf zijn er niet alle wegen. Kijk, ik heb het niet over privéwegen, hè. Maar dat is duidelijk geen privéweg, zeg maar. Net zoals dit. Nou, zou dit misschien wel een privéweg zijn. Maar dat is duidelijk geen privéweg. Waarom is die dan niet voorzien? Weet je, dat vind ik zoiets raars. Je hebt in sommige landen ga je wel privéwegen op. Dat ik denk van, what the fuck doe je meer op midden van dit bedrijventerrein? En hier ga je niet eens alle wegen af als Google zijnde. En niet eens met goede kwaliteit. Ik bedoel, jezus, ik heb minder pixels gezien in een NES game. Ja, wat ik zeg. Nebraska was het eerste wat me te binnen schoot. Kijk. Misschien heb ik mazzel.
Nope, ik kan niet eens zien dat het 50 kilometer is. Ah, het was Nebraska. Ik zat er ook maar 97 kilometer. Woehoe! Ja, ik had nooit die precieze locatie gevonden. Nooit. Echt nooit van zijn leven. Hé! Hey. Ik ga voor bordjes. Dit is, denk ik, Canada. Is dit niet een locatie die we al eens gehad hebben? Dat was. Was dat hier niet? Of zo? Dat ik. Er is ergens nog een bordje met een plaats en die zat ik op de compleet verkeerde plek te zoeken. En even kijken, want ik denk 203. Kijk of dat hier zit hoor, die 203. Is het 203? Is het 235? 213? Twee drieënveertig. Zit ik weer te laag te zoeken ook weer? Dat was volgens mij de vorige keer. 202. Zit ik te laag te zoeken. Nog een keer 202. 205. Okay, laat ik eerst eens even verder zoeken, want zo schiet het niet op natuurlijk. 202. Waar zat die 202? Hier. En dan zit hier die 203. Ik denk dat dit die kruising is. Nee, wacht even. Dat dacht ik de vorige keer ook en toen was het hier. Toen dacht ik van, oh, dit is geen hoofdweg. Dat was hem. En ja, ik sta niet op die kruising, staat er iets voor. Ja. Ja. Ik herinner het me weer. Alleen toen zat ik veel verder. Wow, wacht. Terug naar het begin. Zat ik ook veel verder deze kant op. En toen kwam ik ook dingen tegen waarvan ik dacht van ja, maar dat past niet in deze weg. Die kronkel zit er niet in of zo. En hè? Nee, ja, en toen zat ik hier te kijken. Hoe dichtbij zit ik? 4.990 punten. Nou, dat maakt dus op zich niet zo heel veel uit. Ik herinner me de locatie, alleen ik zat volgens mij veel verder op de op die straat zelf. Hé, hey, nog meer Amerika. Denk ik. Dit lijkt mij in ieder geval HD land te zijn. Dit zou wel weer eens Nebraska kunnen zijn. Los Angeles, Nebraska. Oh, hij was er even niet mee eens. Okidoki. La 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 la. Dat ging echt helemaal nergens over. Wauw, ik kom ook echt gewoon stapje voor stapje vooruit. Nee, ik ga even kijken of ik de andere kant op kan. Oh, dit gaat ook niet veel, veel, veel sneller vooruit. Hallo? Waarom? Dit is echt iets van die locatie. Dat kan niet anders. Kijk, hij registreert.
Hij registreert ook echt gewoon. Het feit dat het kruisje daar staat. Ja, ik ga nooit van zijn leven raden waar dit is. Echt niet. Wat ik zeg, Kansas, misschien South Dakota. Ik zou het anders niet weten, want ik kom gewoon niet ver. Dit is echt stapje voor stapje. Dit is iets dat gewoon. Ja, nee, dit is gewoon gebroken. Deze locatie is kapot. Kijk, want ik kan het hier, kan ik het wel doen. Nou, heeft hij het nou wel? Nou, heeft hij het wel. Denk ik. Ja, nee, nou niet meer. Misschien nou het kruisje. Het is alsof je tegen een muur aanloopt daar. Nogmaals, dit kan gewoon een fout zijn van dingen zelf, hè? Van Google Maps zelf, dat het zo gecodeerd is dat het niet verder opvalt of zo. Ik zag daar wel een bord staan, maar ik denk niet dat ik daar heel veel aan heb. Nee, dat zijn die bordjes met die gevaarzone van pas op, railing! No passing zone. Ja, het beste wat ik heb is dat het een beetje op Nebraska lijkt. Meer kom ik er niet. Dit is echt, ja. Was het Nebraska? Nee, het was iets eronder. Wat zit eronder? Colorado, Kansas. Ja, nogmaals. Dat was. Ik ben al blij dat het nog 4000 punten is, joh. Maar dat was een locatie dat. Ja, die was echt heel lastig, met name omdat ik gewoon. Omdat te veel stapjes naar elkaar toe waren. Wel drie hele, hele goede locaties gehad. Met name omdat ik er twee natuurlijk al gehad had. Cape Cod en deze, die heb ik allebei al gehad. En wacht, ik zal nog eens even inzoomen om te kijken of. Wat ik. Ik dacht bij deze dat het waar is. Pas op dat je niet in dat stomme vlaggetje klikt. Want volgens mij. Ja. Kijk. En dat is hem geweest de vorige keer. Dat kleine weggetje. Deze twee. Die ben ik toen ook tegengekomen. En toen heb ik me zo zitten focussen dat ik hier zat, want ik dacht van, oh, dit is geen hoofdweg. Dat ik bij deze uitkwam. Ik dacht van, maar dat kan helemaal niet. En het bleek uiteindelijk dus inderdaad ook het geval te zijn. Maar goed, ik heb deze keer wel goed. Yay! Maar serieus, die locatie bij. Oh. Weet je wat? Ha! Ik bedoel, dit is toch het einde van de dingen. We hebben toch de score. De score is echt extreem goed, moet ik trouwens zeggen. 23.9996. Dat is echt wel heel goed. Oké. Bewust op het vlaggetje geklikt. Omdat ik wil kijken of het op Google Maps ook zo is. Of dat dit een fout is bij Geocacher, zeg maar. Oké, we zullen eens gaan kijken. Nou, so far so good. Als we die bocht vrij snel kunnen bereiken, dan. Nee, het is echt een fout van Google Maps. Oh, ja, kijk je. Ja. Ik bedoel, het feit alleen al dat hij zo groot denkt, dat is echt gewoon zo veelzeggend. Oké, niet het standaard scherm waar ik op eindig, maar goed, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Ik zou zeggen, dat was hem dan weer voor vandaag. En tot morgen dan maar, zou ik zeggen. Even kijken, misschien dat het deze kant wel beter wordt. Oh. Voorlopig haal ik bocht hier.
misschien dat ik dan toch nog een keer hier moet proberen. Nou ja. Het is zoals het is. Ik zeg tot morgen.